Dat doen we even overnieuw. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play New Super Mario Bros. Wii! In de vorige aflevering hebben we de laatste werelden, levels, weet ik het allemaal nog mee gedaan in wereld 8. En waarschijnlijk hebben we ook de laatste energie uit onze batterij gezogen. Want ik kan jullie vertellen, ik kreeg het spel nog niet eens meer aan. Mijn Wiimote viel de hele tijd uit, dus de batterijen zijn eindelijk leeg. Dus ik heb eindelijk nieuwe batterijen erin moeten gooien. Weten jullie dat ook weer? Zinloze informatie is altijd zinloos. Maar goed, in deze aflevering gaan we dus beginnen met wereld 8 Koopa Chip. Voordat ik erin ga beginnen, heb ik eventjes een leuk theorietje bedacht. Want ik bedoel, Bowser die springt elke keer van zijn schip af. En, of om je uit te lachen en dan zie je dit schip in één keer weggaan. Ik denk dat het verhaal in dit spel gewoon zo gaat. Prinses Peach was het beu om weer in de Mushroom Kingdom te zitten. En Prinses Peach die dacht bij zijn eigen van... Oh, ik wil eigenlijk weer op een avontuur of zoiets. Dus ik ga een brief schrijven naar Bowser. Om weer ontvoerd te worden of zo. En Bowser is like... I'm not going to do this, I'm not really... Dat is niet echt de Bowser stem. I'm not really going to do this again. Screw it, I'm not here. Dus Peach geeft eigenlijk naar de koepelings van... Hey, kunnen jullie een taart bakken? Want ja, ik heb iets met taart. Ik heb taartvet, dus weet ik veel allemaal nog meer. En die gooien dus die taart erop. En die gaan dan zeg maar aan Bowser Jr. Alleen Bowser Jr. die denkt bij de eigen van... Waarom zit deze muts op ons schip? Dat wil ik helemaal niet. En Bowser Jr. wordt eigenlijk gecommandeerd op Peach. En Peach is eigenlijk degene die het schip bestuurt om bij Bowser te komen. Dus op het einde zullen we Bowser waarschijnlijk nog wel zien. Iets in die trend, weet ik veel. We gaan het gewoon doen. We gaan gewoon naar het schip toe. Ik weet niet. Dus ik denk gewoon dat de grootste villain van dit spel gewoon Peach is. Peaches. Maakt niet uit, we zitten op een schip. Doe er wat mee. Oké, dus we beginnen gelijk hier met de Ground Pounder en ik heb heel erg veel energie. Stem is nog een beetje naar zijn grootje, maar dat negeer ik gewoon. En nou zou je denken dat mijn controls beter responden omdat mijn nieuwe batterijen in zitten. En daar maak ik me eigenlijk een beetje zorgen over, want jullie weten hoe goed dat alles zeg maar bij mij tegen wil. Dit is niet slim. Ik dacht dat hij boven een Starcoin zou zitten. Waarom zit hier geen Starcoin? Waarom zit hier een propellerhoed? Waarom pak ik de propellerhoed? Waarom schieten jullie kogels? Zoveel vragen! Oké, nou, normaal gesproken zou je hier dus over zo'n ding moeten springen en dan zo die coin te pakken te krijgen. Maar dan heb ik hier zin... Moest dat nou? Ik wil weten waarom dat hier dit gastje zo helemaal alleen zit. Auw. Wat jammer nou. Nee, kom hier. Kom hier. Kom maar zo. Dan vraag ik maar echt af. Dank je, Donald. Waarom zit dit hier? Waarom ben ik dit aan het exploren? Kan iemand mij mijn keuzes uitleggen? Hé, die hebben jullie lang niet meer gehoord, hè? Dankjewel voor de reminder op Twitter. Zit hier beneden iets? Nee. Waarom maak je dat als een opening? Waarom zie ik jullie je pennetjes al pakken omdat ik hier zoveel fouten aan het maken ben? Terwijl dat dit eigenlijk heel erg soepel had kunnen lopen. En ik ben hier aan het falen van hier tot en met Ginter. Ik weet niet, maar ik vind het altijd zoiets van als ik boksen zie, boksers, dan heb ik zoiets van die moet ik mollen, die moeten gewoon kapot, Kijk, want vind je tenminste dan een paddenstoel. Ik bedoel, wie? En die raak je zo weer kwijt, maar wie stopt er nou een paddenstoel in? Wat een paddenpoep! Oké, nogmaals mijn excuses daarvoor, dat was niet echt erg handig. Maar ja, ik ben een beetje roestig, ik bedoel, de laatste opnamesessie die ik heb gehad van dit spel was vorig jaar. Nee, serieus, vorig jaar is echt geweest dat ik... Waarom... Zou je hier zoveel moeite doen? Oké, nou, ik neem aan dat we daar die warpipe in moeten... Oh. Dus mogen we hier wachten. Dat is leuk. En ik moet zeggen, dit zijn echt gewoon volgens mij de langzaamste kanonballen die ik ooit heb gezien. Of kanonskogels. Ik vind meer ballen. Ik bedoel, serieus. Nee. Ik moet erin... Zo veilig voel ik me hier. Oké, nou, ja. Jij gaat daar omhoog staan. Ik ga je klaarstaan. Want dit is echt zo'n goede setup. Echt, ik ben gewoon... Ja, waarom ook niet? Dus, maar ja. Even over dat theorietje. Ja, sorry. Ik zat erover na te denken van... hoe kan ik hier een leuke verhaal over Peach zeg maar van maken? En ja, zo ben ik eigenlijk een beetje opgekomen. Ik bedoel van, ja, je ziet Peach inderdaad zwaaien naar Mario van... Nee, ik ben nog niet klaar om opgehaald te worden. Kom later maar terug. Zoiets. Ik bedoel... We praten over Peach. Ik bedoel... Die wordt altijd ontvoerd. Ik kan er ook niks aan doen. Wat krijgen we hier? Muntjes! Nou ja, ik heb nog steeds geen 99 levens. Dus laten we ze maar gewoon collecteren. Oké, we hebben 100 muntjes. Oké, het maakt niet uit. Muntjes boeien niet meer. Muntjes boeien ook. Nee, red coins ook niet. Nee, want we hebben een full power-up. Dus red coins boeien ons ook niet meer. Volgens mij mis ik een starcoin. Ik heb zo'n gevoel. En dat is nooit een goed ding van mij als ik een gevoel heb. Maar ik heb een gevoel dat ik een starcoin mis. Starcoin. Dus
weer iets. Alleen maar muntjes. Ik heb jullie al eerder gezegd. Muntjes zijn zinloos. Oh, hallo. Hallo, Marie. Je moest me gewoon raken, hè. Je moest me gewoon... Oké, we missen geen Starcoin, maar we missen dus nou... Ik heb die blokken daar niet gepakt. Ah, ik kan niet terug. Nou. Oké, nou. We shaken en we spinnen en we zijn zo blij. Mekke Koopa's daarbij. Ondertussen is Sinterklaas ook alweer een maand afgelopen, maar ja. Moet Sinterklaas liedje zingen, weet ik ook. Oké, nou. En... Oh, ik voel me zo... Oh, dat was zo eng. Oké, en hoe wil ik die pakken? Hoe wil ik die... Oh. Ik snap je. Oké. Dus, als jij nou eens heel eventjes daar wacht. Wacht ik even tot je wakker wordt. Juist. En nou moet ik dit ding zo snel mogelijk daar naartoe. Gaan! Oké, ik maak hier nou een hele grote fout. Ik wil heel even kijken of hier een power-up zat. En hier zit een power-up. Alleen het probleem is, ik kan nou niet meer terug naar dat muntje toe gaan. Slim, hè? Dus, teken er maar weer eentje bij. Maakt mij niet uit. Oeh. Sorry. Oké, het is maar goed dat ik hier een propellerwheeltje heb gekozen. Want serieus, volgens mij is dit de enigste manier om dat muntje te pakken te krijgen. En ja, ik heb dus zeg maar die gewoon vanuit mijn inventory gepakt. Ik denk dat is natuurlijk wel het makkelijkste. Wat er net gebeurde, ik stoot op ongeluk met mijn Wiimote tegen de microfoon aan. Dus, of ja, tegen de plopfilter. Een plopfilter. Oh. Ik gebruik papa's ding! Weet je, je kunt ook gewoon mijn vriend zijn en gewoon zeggen van, nou, jij wil Peach hebben. Volgens mij moet ik... Oh ja, die dingen die moest je zo doen. Oké, dat is... Boem! Juist, zo moeten we hem verslaan. Ik was heel eventjes, moest heel eventjes nadenken hoe dat het hier ook alweer zat. Maar, ja, ik snap niet waarom dat hij mij nou wil aanvallen. Ik bedoel, dat was niet slim. Ik wil niet doodgaan, want ik heb geen propellerhoedjes meer. En anders weet ik echt niet hoe dat ik, Ja, Vicky. Heel leuk. Kijk eens, die is voor jou. Ik zei, die is voor jou! Nee! Oh, alsjeblieft. Bowser Jr., luister. Luister, ik heb geen propellerhoedjes meer. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar moet gaan krijgen. Om, This is bad! Oh, no. Slim. Oh, kom op. Ik denk echt dat ik gewoon te veel Meat Boy gespeeld heb. Screw it. Ik ga gewoon met Ster, Mini Mario. Hopelijk dat ik dan ook zo die ster kon gaan pakken. Ik ga het gewoon proberen. We gaan het gewoon doen. Dus, we hebben een sterretje. Kom op. Hallo. Ik serieus, van 99 naar 93. Zo moeilijk is dit level niet. Ik moet de kijkers laten zien hoe makkelijk dat dit kan zijn. Dat is mijn taak. Eén team, één taak. Kom op. Dit is niet moeilijk. Ik weet het, normaal gesproken knip ik naar een punt waar ik weer terug ben. Ik weet nog niet eens of dit te halen is. Ik ga het gewoon proberen. En go. Nou ja, ik kan terugspringen. Oké, het is te halen zo. Ja, ik heb geen propellerhoedjes meer. En een mushroom die zal wel handig zijn bij deze baas. Laten we deze baas gewoon nog maar een keer proberen. Ik heb ook bijna geen mini-mushrooms meer. Dus ik hoop dat ik hem nou gewoon haal. Want anders weet ik het ook niet hoe dat ik die Starcoin nog te pakken kan krijgen. Ja. Dus we gaan jou nou gewoon negeren. Jouw vuurballen zijn irritant. Want die volgen mij. Op een of andere vage manier. Dus het eerste wat we doen is we wachten heel eventjes op je. Ja, doe maar even kijken. Je bent nou zo vriendelijk nog om niet... En raakt hij hem? Nee, hij raakt het niet! Nou wel, mooi. Oké, dan gaat hij vuurballen gooien. Dus dan ga ik gewoon hier al klaar in de hoek staan. Oh, nee. Ja, schiet maar hier naartoe. Schiet ik deze? Nee. Oh, nee, dat werkt zo nog niet. Nog een keer, kom hier. Poef. Ah, kom op. Oké, ik heb het terug naar de hoek. Kom maar, kom maar. Kinder, doe je vuurballetjes beschieten dan, jongetje. Ik denk dat dit eigenlijk een hele goede strategie is. Ik denk dat ik nou hier bijna geen issues meer mee kan krijgen. Oké, dan komt daar de kanon. En dan moeten we... Nee. Daar. I missed him. Oh, ik zit in een...
zonder geraakt te worden. Ik zat even in dat hoekje, ik denk bij mij, damn, dan word ik nog geraakt. Maar goed, we hebben Bowser Jr. Dus waar is Peach? Nou neem ik die... Hi. Nou, feestje is over, we gaan naar huis. Kemmick. Je hebt dat afgesproken met Kemmick, of niet? Ja, ik word er ook niet vrolijk van, Mario. Echt serieus. Bind er vast aan een boom. Ja, en toen was het game... Oh nee, natuurlijk komt er uit het niks totaal onverwachts een brug. Tuurlijk. Ik geloof het gelijk. Is dat nou een lach of een huil van Nape in zijn speeches hier weer? Nee, ik hoef niet te saven. Waarschijnlijk is het toch mijn laatste opnamesessie, wat ik eigenlijk heel erg jammer vind. Maar dat maakt niet uit. Goed, dus Bowser's Castle. Hier zijn we dan. Ook weer 3 Golden Star Coins. En trouwens, volgens mij, als ik me niet vergis, heb ik het inderdaad ergens fout gehad dat Golden Star Coins alleen maar waren voor video's. Volgens mij waren ze ook voor extra levels, maar dat weet ik niet zeker. Of ik haal het met een andere. Ik bedoel, er zijn 4 nieuwe Super Mario Bros. Games. Dus sorry dat als ik een beetje een paar door elkaar haal... Maar dat zullen we dadelijk wel zien als we dit level gehaald hebben. Als we überhaupt dit level halen, want we hebben gezien hoeveel faalhand ik had op het schip. Oké, nou eens kijken. Ik vraag me eigenlijk überhaupt nog even af of we dus nog 99 levens zouden gaan halen. Tot we nog één keer Headless Mario worden. Oké, nou toch eens. Een P-switch! Perfect, ha. Zie wat ik dan deed. Oké, dus we moeten hier overheen. En dan moeten we hier overheen. En dan moeten we hier overheen. En dan moeten we hier onderdoor. Hierop. Applaus. Nee! Nou ja, we hebben een leven in plaats van mijn leven kwijtraken. Dan moet ik wel heel eerlijk bekennen. Ik heb geen flauw idee meer waar dat hier ook alweer die starcoins zitten. Vergeet niet, ik speel ze. Ik heb ze alle 4 gespeeld. Alle nieuwe Super Mario Bros. Season. En ja, ik meende wat ik zei. Er zijn er echt 4. Voor de mensen die het eventjes na willen tellen. De eerste nieuwe Super Mario Bros. Was op de 3DS. Nee, niet op de 3DS. Op de DS, mijn excuses. De tweede die kwam toen op de Wii. De derde kwam toen op de 3DS. Dat was New Super Mario Bros. 2. Ik hoop dat ik het in de goede volgorde zet. En daarna krijg je de Wii U versie. Dus je hebt er ondertussen 4, kun je nagaan. En ja, voordat je het gaat vragen. Natuurlijk, ik neem ook de Wii, of ik neem ook de Wii U versie een keertje mee. Niet de volgende Let's Play. Maar... Die komt er wel aan. En oh nee, niet dit stuk. Nee. Ik haat dit stuk. Het probleem is, je zit hier dus zeg maar vast met plateautjes die dus zinken. Alleen die zinken sneller als dat de lava zinkt. Dus je moet heel goed opletten waar dat je naartoe springt. En zeker ook, want hier zat ook ergens een hele geniepige starcoin. Daar zit hij om precies te zijn. Dus die hit maakt mij niet uit. Die hit maakt... Oh, ik word nog niet eens hit. Ook goed. Moet je dan klagen? Nee, ik klaag niet. Ik ben hartstikke tevreden. Goed. Op zich kom ik best wel pro over nou. Zo. De eerste level was super faal. En hier ben ik gewoon echt zo van... Hey, kijk, check mijn dodging skills. Puur geluk. Ja. Als je hier op dit punt zit en je hebt maar... je hebt maar 2 starcoins. Wees niet gevreesd. Het hoort. Dat is het enige wat ik er eventjes bij zeg. Dat is eigenlijk een kort level voor een final level. Ach, ja. Oh. Gaan we weer Mario 3 stijl... Misschien was de Ice Flower toch iets beter geweest. Maar we gaan dus Mario 3 stijl weer doen. Voor de mensen die het niet weten, Mario 3 stijl... dat is dus zeg maar, als je dicht bij Bowser in de buurt kwam... dan kreeg je dus zeg maar vuurballen die je moest gaan ontwijken... En dat was het. En dan gaan we hier naar de allereerste klassieke Mario-style. En dat is dus zeg maar dat we Bowser hier moeten verslaan door de klassieke uitroepteken-switch te doen. Wat je wil doen is, je wil gewoon wachten tot hij heel erg hoog springt of je wil vuurballen op hem schieten. Maar ik wil gewoon echt de klassieke manier onder hem doorlopen als hij dus hoog springt. Dus wat we doen is, wij wachten eventjes tot hij hoog gaat springen. Spring eens even hoog, jongen. Dank je. En ik ben te langzaam. Auw. Maakt niet uit. Daar. Doodles! Dat dacht ik ook. Geweest dit. Hé, hey, Peach. Huh? Juist.
Kevin, hoe vaak moeten we jou nou eigenlijk nou nog verslaan? Ik bedoel, we hebben jou al verslagen en nou doe je weer die magic shizzle en... Oh, dankjewel Bowser! Dankjewel! Ik vond hem echt heel erg irritant worden. Maar goed, nou hebben we dus een giant Bowser waar we dus rekening mee moeten gaan houden. En Bowser die zorgt er gewoon heel erg vriendelijk voor... ...dat we dus zeg maar onze weg kunnen vervolgen. Nou kunnen we dus heel erg veel muntjes te pakken krijgen... door gewoon zeg maar de onderste weg te nemen. En ik denk dat trouwens... Ik ga het ook doen. Bowser, schiet eens even hierheen. Bowser, maat! Schiet ze heel eventjes hier naartoe. Dankjewel! Oké, nou ik loop weer verder. Volg. Bowser. Bowser, volg! Oké, nou moeten we echt hier de bovenste dinges krijgen. Nee, Bowser, je moet even hier hoog schieten. Hoog, hoog. Dank je, Bowser. Want hij zit dus zeg maar de laatste Starcoin. En oh boy, oh boy. Kijk, Bowser die is niet echt geduldig. Die heeft zoiets van, weet je wel, ik probeer je neer te schieten. Wil me niet altijd even goed lukken. Ik kijk een leven. En op het moment dat hij doet hoog schieten, Bowser. Dank je. Ja, dan hebben we dus zeg maar af en toe wel eens een keer de issue. Oké, dan gaan we dus even over een plateautje. Daar hebben we geen zin in. Gaat de lava omhoog? Nee, toch zeker? Oh nee, dit is het puntje tot hij springt in de lava. En dan krijg je golven van lava die echt nogal dodelijk zijn. Dus kijk je veilig? Nee, hè? Oh, nee, niet te ver springen, maar... Rio. Ja, ik gooi jullie er hier weer even bij. Op het moment dat je dus zeg maar doodgaat tijdens die Bowser battle... op het moment dat het huge Bowser is... moet je hem opnieuw gaan verslaan. Ik heb geen zin om te wachten tot hij weer heel erg hoog gaat springen... dus ik schiet hem nou met vuurballetjes. Dat is ook een manier waarop dat je hem kan verslaan. Oh, dat was mijn kans. Maakt niet uit. Huppakee, hij is verslagen. Nou, moet je toch weer op die schakelaar springen... gewoon voor de shits and giggles... En normaal gesproken zou je dus zeg maar dan hier Peach zien, maar als je hem al verslagen hebt, dan weet je dus zeg maar al de plot twist dat dat Peach niet is. En dan doet Kamek weer zijn dingetje. En moeten we dus weer zeg maar doen wat we net deden. Dus ja, elke keer als ik dus doodga, moet ik dit dus offscreen nog extra doen. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Oh, en vuurballetjes schieten naar hem, dat heeft geen nut. Maar ik weet niet wat Bowser heeft met gigantisch worden de laatste tijd. Ik bedoel... Het valt mij op dat in alle nieuwe games van... In alle games, zeg maar, de laatste tijd van de Mario-series... tot Bowser dus, zeg maar, echt een gigantische reus wordt. Ik bedoel, kijk naar Mario Galaxy 1. Daar zien wij Bowser in een gigantische reus veranderen. Kijken we naar Mario Galaxy 2, daar wordt hij een gigantische reus... In Mario 3D World blijkt dat een gigantische reus te zijn. Bowser, kun je heel eventjes hier hoog schieten? Ik moet hier even hoge kogeltjes hebben. Dank je. Ja, ook al hebben we het muntje al, ik weet het, maar ik wil hier toch die leven pakken. Die hitdetectieboxen die zijn echt raar. Krijg ik hier trouwens niet een propellergoed? Juist. Nou, dat was handig geweest net. Dat zou mij ook weer zeker 2 minuten schelen of zo. Of 3 minuten of 5 minuten of hoe lang dat ik hier wel niet mee bezig ben. Oké, nou, die golf, die boeit me even nou niet. Oh, hij cancelt die golf, nog beter. Oké, nou, we gaan hier naartoe. En nou moet ik wel even op die golf wachten. Bowser, doe nou eens even rustig aan, jongen. Ik bedoel, je sloopt je eigen kasteel, je weet het, hè. Die renovatiekosten, die zijn voor jezelf. Ja, ja. Ik bedoel, het maakt mij helemaal geen ene donder uit. Maar ik ga het niet repareren. Het is je eigen schuld. Oh, mijn god. Oké, nou. Hier eventjes. Ja, Mario. Is je eigen schuld, bitch. Wie zet daar nou zo'n grote switch neer? Ja. Eigen schuld. Doei. Hier, Peach is er behoorlijk van over te zetten. Maar je kijkt hoe Peach erbij staat. Pietje staat er echt zo bij van, Mario, hoe kon je? Ik gebruik mijn float magic alweer. Ja, ja. Normaal gesproken zou hij daar zijn pet af doen. Krijg hem een kus op de helm. Joepie. Heel erg blij.
Oh ja, Luigi is in dit spel ook. Helemaal vergeten. Kijk, Luigi en Toads. Ach, Luigi, wat vriendelijk van jou. Nou, ik ga al eventjes met Peach in een ballonnetje zitten en... Jij bent niet welkom. Altijd Luigi weer. Zelfs al speel je alleen als Luigi. Ja, dat is mogelijk als je twee spelers selecteert en je laat Mario gewoon... away. Oh, Mario, did I ever tell you about that secret world? Heeft het nog nut? Je bent gered. Dat is toch het doel. Dat is toch het doel van het spel. Dus, maar volgens mij krijgen we nou credits. Dus editor, zorg er even voor dat dit op part laatste komt. Dankjewel. Oké, als we dus Bowser hebben verslagen. Ja, dit werd even heel raar geknipt. Maar ja, de credits die kwamen al en die moest ik al opnemen. Voor de Maakt niet uit. Dus dan heb je dus wereld 9. En in wereld 9, nou hoop ik dat dit met Starcoins is. Want anders heb ik in het begin van deze aflevering. Dit is niet met Starcoins, je kunt hier gewoon in. Je kunt hier gewoon overal in. Je kunt hier gewoon overal in. Weet je wat? 3 levels regel nog steeds. We gaan gewoon 1 leveltje doen. We gaan naar level 9-1. We hebben dus 8 levels nog te doen. Komt niet echt goed uit, want... Ik maak er iets leuks van. Komt wel goed, jongens. Dus dat zijn eigenlijk een beetje special levels. Waar we dus zeg maar de laatste Starcoins kunnen gaan halen. Oh, dit wordt leuk. Ik wil... Zo... Nou, dat ging goed. Volgens mij is dit... Ik weet niet hoeveel... Ik weet niet hoe dat dit level precies in elkaar gaat steken. Hoe dat dit level precies gaat werken. Maar level 9 staat onbekend om de extreme harde levels. Dus, ja, deze zullen dus extreem moeilijk zijn. Nou ja, sommige zijn heel erg moeilijk. En ik moet zeggen, sommige vind ik eigenlijk een beetje te... Maar ik moet nog een ronde wachten. Oké. Sommige vind ik een beetje te makkelijk. Ik bedoel, dit had makkelijk eigenlijk tot nu toe nog een doorsnee level kunnen zijn. Ik bedoel, ik denk dat wereld 9 eigenlijk gewoon een soort van... Ze hebben dan levels gemaakt. Alleen dan kijken ze dus, zeg maar, en dan testen ze. En komen ze tot de conclusie van... nee, we vinden hem toch een beetje te moeilijk gemaakt of zo. En dan tot ze dat dan in de special worlds neergooien of zoiets. Ik weet niet precies, maar... het geeft wel extra gameplay, dat zeker. Maar ik bedoel, het add niks eigenlijk tot de story. Van ja, nou, je hebt gewonnen. En Nintendo die heeft dat heel erg veel gedaan met... jongens, ik moet dit even goed time. Jongens, ik had beter mijn propeller goed kunnen houden volgens mij. Ik ben een slim konijntje. Oké, nou. Tuurlijk! Dankjewel, hè. Ik pak wel hem zo. Tada! Goed zo. Hebben we die ook weer gehad. Nou, nee. Ik ga niet in de special levels. Ik ga in dit level in ieder geval niet dood. Ik weet dat er 1 level is. Die wordt gehaat door velen. En ik weet ook precies welk... Volgens mij weet ik precies welk level dat is. Ik weet niet... Nou zeg ik, ik weet precies welk level... Ik weet welk level dat het is, maar ik weet niet precies hoe dat het level heet. Zo moet ik het zeggen. Het level is namelijk... helemaal vervelend met vuurballen. En alles is vuur-based enemy. En wil je alsjeblieft, Ho. Dat gaan wij niet doen. Sterren. En je kunt er nog in ook. Maar dat is 1 level, dat is echt gewoon verschrikkelijk. En tot nu toe moet ik zeggen dat ik het niet verkeerd doe met dit level. Mag ik heel eventjes kijken wat daarin zit? Mag ik heel eventjes kijken? Please laat er een prop... Een muntje. Ik had het kunnen... Oh boy. Oké, nou we hebben in ieder geval alle 3 de Starcoins dus. Nou, dit level, het enige wat we nog hoeven te doen is maar naar de finishlijn toe te gaan. Dat gaat op zich eigenlijk heel erg makkelijk. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Waarom heb ik ook problemen mee? Ik bedoel, het zijn alleen maar spinnende plateautjes en... Oh mijn hemel! Nee. Ik sta hierboven, Nee. Niet terugkomen. Goed zo, braaf. Oh boy. Oké, ik ben klein. Ik raak nu een beetje... Even een friendly reminder. Deze levels hebben geen checkpoint. Een faal is pecker de pech. En het leukste was, de faal die gebeurde recht voor de vlag. Leuk.
En nog een hele leme faal ook nog. Flame faal ook nog eens een keer. Moet wel mijn eigen catchphrase ophouden natuurlijk. Maar niet uit. Dus, we hebben in level 9 1 gehaald in met 1 death. Dus ja, dan mag er weer eentje bijgeschreven worden. En ik denk ja, even kijken. Het is nou maandag, dinsdag. Ik denk dat ik er gewoon 2 afleveringen nog van ga maken. Dus ik hoop jullie morgen natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play New Super Mario Bros. Wii. En dan gaan wij verder natuurlijk als Vuur Mario met level 9-2. Ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En tot dan. Doei!